Goedemorgen. Van harte welkom op dit voorzittersdebat. Georganiseerd door het regiobestuur Dender en Waas. Bedankt alvast om het gure weer te willen trotseren en hier eigenlijk al op een ontiegelijk uur, wat mij betreft toch, aanwezig te willen zijn op dit toch wel belangrijke debat voor onze partij. Ik vind dat ook fantastisch dat jullie met zoveel naar hier gekomen zijn om 9 uur, in godsnaam. Ik zou het niet kunnen. Dat is echt partijliefde, echte partijtrouw, denk ik. Goedemorgen, ik hoop natuurlijk dat ik de vogel van 1 miljoen mag zijn. Maar dat hangt van jullie af. Welkom hier in dit Liberaal Centrum. Waarom zijn wij het beste team om de partij te gaan leiden? Patricia, Vincent en ikzelf, 3 zaken. Wij staan ten eerste voor een team dat zeer ongebonden is. En ongebonden wil zeggen dat wij alle 3 mensen zijn die eigenlijk buiten de invloedssfeer staan van de vroegere leiding van de partij. Tweede reden, wij zijn een donkerblauw team. We hebben geen schrik om dat te zeggen, een donkerblauw team. We zeggen dat bij ons de nadruk ligt op het sociale en op het economische. Natuurlijk zijn wij een brede liberale partij. Natuurlijk hebben wij mening over alle onderwerpen gaande van het sociale, tot ondernemen, tot cultuur, tot sport. En derde reden waarom wij het juiste team zijn om deze partij te leiden, is dat wij alle 3 getoond hebben dat we stemmen kunnen halen. En dat klinkt misschien een beetje gemakkelijk. Het is niet gemakkelijk om het te doen. Maar dit is de munteenheid van de politiek. Patricia heeft getoond in Vlaams-Brabant dat ze stemmen kan halen. Vlaams-Brabant was de enige Vlaamse provincie waar we geen zetel verloren hebben. In alle provincies hebben we 1 of 2 zetels verloren. In Vlaams-Brabant, geen gemakkelijke provincie, was dat niet het geval. Niet het geval, dankzij Patricia Sijsen. Vincent van Quickenborne, moet hem jullie voorstellen, veruit de meest populaire liberale politicus in West-Vlaanderen, haalt federale verkiezingen. Gemakkelijk 60.000 stemmen haalde op deze Europese verkiezing zonder campagne te voeren van op de voorlaatste plaats opnieuw bijna 60.000 stemmen. Goedemorgen allemaal. Het is ontzettend fijn om hier zoveel gezichten te zien in de zaal. Bekende gezichten ook. Ik heb een beetje heimwee, Patrick, naar een 10-tal jaar geleden. U weet het misschien niet, maar het is Patrick Poppe die mij in de partij heeft getrokken. Samen met mijn running mates, Dirk van Mechelen, hier aanwezig, en Dirk Sterks, hebben wij zo'n strategie gemaakt. En die bestaat uit 3 stappen, 3 fases. In een eerste stap zijn deze voorzittersverkiezingen belangrijk, want we moeten opnieuw verrassen. Ik ben een nieuw gezicht, voor de schermen. Ik ben ook een jonge vrouw. En op die manier maak je onmiddellijk duidelijk aan de wereld dat er iets verandert. Tweede stap, geloofwaardig worden. Dat is heel wat moeilijker, want als de eerste stap lukt, en dat is op 5 december, dan zeg ik wel eens op 6 december komt de Sint niet langs bij Open VLD. De problemen zijn dan niet weg, dan begint het echte werk pas. En wij moeten opnieuw geloofwaardig worden. En dat doe je volgens ons door op een hele authentieke manier opnieuw aan politiek te doen. En geloofwaardigheid is cruciaal voor de derde stap van de strategie. Groeien. Groeien doe je als politieke partij met een inhoudelijk verhaal. Door met een boodschap te komen die de tijdsgeest raakt. En we hebben een toekomstcongres volgend jaar en het wordt tijd dat wij als liberalen opnieuw duidelijke standpunten innemen over dingen die de mensen raken. Goede liberale vrienden, ik heb mij kandidaat gesteld en ik heb dat uiteraard gedaan ook samen met mijn running mates, met Yves de Zwane en Annick de Ridder, omdat wij 1 duidelijke ambitie hebben met onze partij, met Open VLD. En dat is terug verkiezingen winnen van alle politieke partijen in Vlaanderen. En dat is, en dat mogen wij nooit vergeten, Vlaanderen is vandaag liberaal. De Vlaming denkt vandaag liberaal. En als hij dus liberale recepten wil in het beleid, dan moet hij stemmen voor de liberale partij in Vlaanderen, voor Open VLD. We moeten dus die mensen overtuigen met een breed inhoudelijk programma. Aandacht hebben voor onze core business en dat is en dat blijft uiteraard altijd economie en financiën, maar daarnaast ook inderdaad een mening hebben, recepten hebben voor alle andere thema's die vandaag in de samenleving spelen. Of het nu gaat over klimaat, over energie, over leefmilieu, of het nu gaat inderdaad over kinderopvang, ouderenzorg, maar ook over onderwijs en cultuur.
de emancipatorische instrumenten bij uitstek en ook voor liberalen heel dierbaar, dus over alle thema's. Als ik de kans zou krijgen om verkozen te worden tot voorzitter samen met mijn twee running mates, dan zal onder mijn leiding de Open VLD ook complexloos Vlaams zijn. Ik denk dat het daar ook de afgelopen jaren ontzettend aan gemangeld heeft. De V is in onze partijbenaming heel flats geworden. 3, goede vrienden, ons grootste kapitaal, dat zit lokaal. Dus ik wil de grootste bondgenoot worden van de lokale afdelingen. Jullie willen vernieuwen. Het moet een breuk zijn in het verleden, vooral Alexander De Croo. Ik weet nog niet, Rutte zeg je dat. En dan denk ik, ja, mevrouw Rutte, vernieuwen, allemaal goed en wel, maar u brengt 2 mensen mee uit het verleden. Hoe kan ik dat nu ook serieus nemen? Want die mensen gaan wel iets te zeggen hebben in uw trio. Ja, zeker en vast. En dat is helemaal niet tegenstrijdig, want een nieuwe start nemen is niet hetzelfde als mensen bij het huis vuil zetten. Een partij als de onze, die op 15% van de stemmen staat, die zal heel veel helpende handen en krachten nodig hebben. En ik wil dus niet vernieuwen in de betekenis van tabula rasa maken. En het moeten nu maar eens allemaal alleen nieuwe mensen zijn. Ik denk dat je heel goed moet beseffen dat vernieuwen wil zeggen een signaal geven aan de buitenwereld dat de dingen anders gaan gebeuren. Daar is de persoon van de voorzitter belangrijk voor, maar daar is ook het inhoudelijk verhaal belangrijk voor. Maar zij hebben ervaring veel meer dan u. En dus zijn we complementair. Oké, Alexander De Croo, de enige kline, denk ik dan. Zo niet gelieerd met die 3 van vroeger natuurlijk. U heeft wel uw vader mee, zal ik zeggen, niet tegen, mee. Ik hoop het. Maar, u hoopt het toch maar. Is dat een brok aan uw been? Toch niet? Nee, dat niet, maar het is niet zo dat hij 100% overtuigd was dat hij dit nu moest doen. Dus, dat is interessant. Omdat hij het zelf gedaan heeft en omdat hij zelf zegt ja. En omdat hij dan misschien een beetje in de schaduw komt te staan? God, dat moet je hem zelf vragen. Ik ga het volgende week doen, als ik het zie. Maar zoals Marino Keulen zei, ja, u bent natuurlijk ook niet helemaal een onbeschreven blad, want u hebt daar mevrouw Sijssen erbij en Vincent van Kuikenborg, ik weet niet of die er nog is. Toch ook mensen met een verleden. Ja, maar... En die veel meer ervaring hebben dan u? Ja, maar juist wel 2 mensen die meer toekomst voor zich hebben dan dat ze een verleden achter zich hebben. Kijk, ze hebben een heel waardevolle ervaring. Wij zijn het enige team dat een ervaring heeft, beide op federaal en op Vlaams niveau. En het is heel belangrijk om die 2 samen te hebben nu. Uiteindelijk, als je kijkt in de huidige politieke context, nu wordt de tactiek op federaal niveau gespeeld. Het feit van een federaal minister nu aan boord te hebben, is een ongelooflijk voordeel. Dus die ervaring, die heb je nodig. En je hebt het over mij. Ja, ik ben politiek meer een onbeschreven blad. En ik ben inderdaad geen persoon die al 10 jaar meedraait in het politieke systeem. Dat is juist. En dan ben je de ervaring gaan zoeken bij Wat men met de verklaring van de Oostende gedaan heeft, is zeggen, er is nu zoveel werk in de partij, dat we nu 3 mensen naar voren moeten schuiven die met 3 onmiddellijk de koe bij de horens kunnen vatten. Dat was de filosofie ervan. En ik denk dat wij dat tot het uiterste duwen. Wij zijn altijd met 3 overal aanwezig. Naast u zit wel een man met ervaring, ook op dat vlak. En ik lees in de krant dat eigenlijk Jean-Luc Dehaene er al van uitgaat dat u aan die tafel gaat zitten. Ik denk dat Jean-Luc Dehaene ook geen liberaal is en dat is een grote fout van hem. Om maar het is toch fantastisch denken voor u? Het is gewoon compliment, hè? Ja, ik weet dat niet, want bij liberalen werkt zoiets nogal heel snel averechts. Ik denk dat dit soort van verkiezingen nooit een gewonnen koers zijn. Ik heb de vaste ambitie om verkozen te worden en ik kan inderdaad wel een pak ervaring. Maar is het belangrijk, want dat is een belangrijk dossier de komende maanden? Nee, we komen nu echt in de wereld op zijn kop en in hun positie zou ik dat ook zeggen, maar nu is ervaring bijna de grootste handicap die wat je kunt hebben, terwijl iedereen vandaag de dag in elke taak, in elke verantwoordelijkheid in de maatschappij van iedereen verwacht, zeker als je een topfunctie nastreeft, dat je ervaring hebt. Dat je beslagen bent op het terrein. Bij ons, bij Open VLD, als je sommigen zou geloven, is dat eigenlijk een zware handicap. Nee, ik denk dat dat inderdaad een belangrijke troef is. Op het ogenblik dat je met een Jean-Luc Dehaene, op het ogenblik dat je met een Philippe Moreau, met een Elio Di Rupo, met Madame Nou, Joël Milquet, onder tafel gaat zitten.